Hey Lekkers, ik ben Sliv en we zijn aangekomen bij de laatste loodjes. Dit is groep G. Nu komt natuurlijk nog groep H. Groep G en H hebben maar 6 spellen in plaats van 7. En deze 6 spellen zijn in dit geval Cloud Punch, Retro Clash, Pizza Bezorger, Ballbreaker, Break Invaders en Crash Head. Nou, en die onderste is natuurlijk niks. Ja, dat zijn ze. Oké, de eerste is Cloud Wars van Pantarijn Productions. God, we worden aangevallen. Ik moet dingen plaatsen, denk ik. Hoeveel geld? Ik heb niet genoeg geld. Ik hoop dat dit sterk genoeg is. Kijken wat dit gaat doen. Nou, het is een turret defense game, blijkbaar. En dingen botsen. Ik snap hem al. Hier moet ik niet zo'n ding plaatsen. Dat is toch 50? Oké, daar ging even iets fout. Hoe duur zijn die? Het is mij echt een raadsel waar je dingen wel en niet kan plaatsen. Ik kan hem upgraden, maar. Oh, dit ding schiet. Nou, wauw, ik ben al dood. Ik kan nauwelijks dingen plaatsen. Om de een of andere reden. Nou, ik kan dit niet plaatsen. Wat gebeurt er allemaal? Het is een heel verwarrend spel, dit. Ja. Dit is Retro Clash. Start game, maar. Wow, dit is ontzettend verwarrend. Maar op zich wel vet. Ik moet tegen dingen aanbotsen of zoiets. Oh, de besturing is mij ook weer onduidelijk. Oh, wacht. Ik snap hem al. Vooruit is omhoog is vooruit. En andere zijn draaien en zo. Ik heb alleen geen flauw idee wat ik moet doen. Moet ik tegen dingen aanstuiten? Tegen rode dingen moet ik aanstuiten of zo. Nou, met shift heb je een boost. Spatie schiet of zo. Wat ge. Nou, misschien dat jullie er meer van snappen, maar ik vind het best wel onduidelijk. Maar ja, op zich wel interessant. Wat gebeurt hier echt allemaal? Oh, ik ben dood. Nou, dit is Retro Clash. Oké, we vervolgen ons verhaal met deze pizzabezorger in het midden. Er zit nog een pizzabezorger naast. Start er maar. Dit is een blok. Wat is een blok? Oké. Ik zie niet wat een blok op. Ja, politie. Nou, helemaal super dit. Ik heb nu al 3000 punten. 6000. Ik krijg 1000 punten voor die muntjes. Want 100 punten is niet genoeg. Oh, je moet hem laten botsen, want dat is natuurlijk. Gewoon heb tegenuit komen. Ja, het heeft weer te maken met botsen. Ik kan hem zelf repareren met die sleutels. Ik heb echt 14.000 punten inmiddels al. We hebben gewoon overal te gaan halen. Oh, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, dan ben ik in het volgende level. Dan moet je 100 seconden blijven leven of zo. Ik weet niet wat dat is. Heb ik idee, die dingen botsen gewoon tegen elkaar. Ja, wat kan je daarover zeggen? Hè? Ik moet muntjes verzamelen. Het is niet heel lastig, heb ik het gevoel. En dan een tweede level. Nou, heel spannend. Pizza bezorgen. Goed, dit is Ballbreaker. Wat een rare naam is, heb ik het gevoel, maar goed. Oké, nou dit spel gaat over ballen en je moet ze tegen elkaar aan knallen. Ja. Ballen tegen elkaar aan knallen.
Dit zijn ontploffende ballen. Kijk, ik weet niet wat ik ermee kan doen. Hup, launcher. Ah, fail. Reset. Nou, dit gaan we nog eens proberen. Want we gaan deze bal ook gewoon niet doen. En dan gaan we ze launchen. Kijk, en dan gaan ze in het midden. Gaan ze helemaal. Oh nee, niet. Deze is niet goed. De besturing een beetje raar, maar op zich niet helemaal verkeerd. Ja, great. Ja. Het zijn flink wat devils. Oh, 15. Ja, 15 devils is op zich interessant. Wat? Ik hoop dat het een beetje. Ja, dat is op zich wel interessant, ziet het eruit. En botsen natuurlijk. Moet ze laten botsen. Veel. Het gaat niet zo lekker, moet ik zeggen. Hoe moet ik dit nou weer doen? Niet hoor. Ja, kijk. Op zich, ja, een beetje trial and error, maar op zich niet, niks mis. Waarom heb ik nou niet alle punten? Ja, waarom heb ik nou weer? Ja, het is op zich een interessant concept. Awesome. Ik heb 1022 punten. Ja, wel leuke effectjes. Nou ja, ook weer niet heel interessant misschien, maar ja, op zich wel. Het werkt wel goed. Oké, dit is ook Ballbreaker, maar het heeft blijkbaar ook Break Invaders. Hoe heet het? Breakout meets Space Invaders. Uiteraard, want als we het over bots hebben, dan beweegt een beetje. Ja, wauw, echt. Ja, dit is op zich niet zo heel lastig. Tenminste, het is wel lastig, maar conceptueel. De sprites zijn een beetje vreemd, als in niet geheel coherent. Ja. Het werkt op zich wel. Dus ga nu naar beneden. Dit is altijd chill, hè? Als je het bovenin hebt. Kun je dan eigenlijk doorgaan of zo. En hierbij dus niet. En toen ging je gewoon door mijn ding heen. Oké, ik ga lekker wel naar het laatste level. Ik word bekogeld door. Ik ben dood. Nou. Heel interessant. Oké, dan tenslotte Crash Head. Voor we beginnen, even de Dynamite Party. Want dat is echt genieten. Kijk, dat is dit. Boink. Geluiden zijn ook wel heel vet in het spel. Ah, toen zaten we vast. Muisklik doet dingen exploderen. Need I say more? Goed, en dan spelen we het spel maar even. Ik heb tot nu toe nog niks gedaan. Oké. Oh, je moet jezelf laten vliegen met die. Je klikt met de muis, blijkbaar. Oh, you failed. Het is gewoon iemand die zegt. Oké, daar ga ik nog eens naar luisteren. Luister. Super vet. Dit is de Crash Head, als ik het nog afvroeg. Hoppakee, TNT. Oh, die moet je dus niet raken. Het is jammer dat je alleen echt totaal geen idee hebt welke kant je op gaat. En dat je dit kan doen. Je kan ook gewoon hieronder klikken. Wat een uitermate vreemd. Dit was raak. Juist. Oké, en dan nu de puntjes. Ook deze keer niet echt heel veel tussen waarvan ik heel enthousiast werd. Ballbreaker zag er op zich wel interessant uit, maar ja, de rest toch niet heel erg dat ik dacht, dat wil ik nog een keer spelen. Dus ja, dan zijn dit de punten. Dat was het weer voor deze keer. Doei!